الشرط السابع من شروط الصلاة استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة. De zevende voorwaarde is het richten richting de gebedsrichting en dat is Mekka, de Kaaba. لابد من استقبال القبلة وإلا تكون الصلاة باطلة. Als iemand zich niet richt naar de Kaaba, naar de Qibla, dan is zijn gebed ongeldig. إلا فقط صلاة النافلة في السفر يصح أن يصلي النافلة وهو في السيارة، في الطائرة، في الباخرة. Behalve in het geval van dat een persoon op reis is, dan hoeft een persoon aangaande het extra gebed zich niet te richten naar de Qibla. Dus het richten naar de Qibla is verplicht voor de persoon die het verplichte gebed verricht richting de Kaaba. En of dit nou een reiziger is of niet. Maar extra gebed, die hoeft hij als reiziger zich niet bij te richten naar de Kaaba. نعم الشرط الثامن دخول الوقت فلا يصح أن يصلي قبل الوقت ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. De achtste voorwaarde is dat men het gebed verricht wanneer de tijd is ingegaan. Als men het gebed verricht voordat de vastgestelde tijd daarvoor is ingegaan, dan is zijn gebed ongeldig. الشرط التاسع والأخير ستر العورة أو أخذ كامل الزينة في الصلاة. De negende voorwaarde is het bedekken van de aura, het bedekken van de delen die verplicht zijn om te bedekken om het gebed te kunnen verrichten. En daarbij ook zichzelf vervrijt en mooi maakt om het gebed te verrichten. Een vrouw die dient zich compleet te bedekken behalve haar gezicht. En een man dient vanaf de navel te bedekken tot aan de knieën. مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. En zo ook de aanbevolenswaardigheid om de schouders af te dekken en de nodige zaken om zelf mee mooi te maken, dus mooie kleding, mooie vervrijen. الإشكال في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد عندما تنكشف العورة تكون الصلاة باطلة والله أعلم. Het aparte of het vreemde is dat een persoon die in een broek bidt of een pantalon en hij verricht het gebed en in de rokoor ontbloot zijn rug. Voor zo'n persoon geldt dat zijn gebed ongeldig is.